Nou, ik weet niet of je het goed kunt zien. Dit is de bamboevloer. Beetje een oude versie. Dus tijd om deze een beetje licht op te schuren. Ik wil hem toch gewoon even vastleggen op video's zodat het in beeld geeft van zo'n bamboevloer. Maar ja, er zijn gewoon heel veel variaties in de bamboevloer. Niet alleen gewoon bij het aanbrengen, maar ook zeg maar in de manier waarop je hem afwerkt. Want daardoor kun je hem ook gewoon een verschillende tint geven natuurlijk. Nou, bamboe natuurlijk hè. Bamboe groeit enorm snel. Kan bijna 40 meter hoog worden. En ja, vooral het groeiproces hè. En dat maakt het gewoon zo duurzaam. Hè. Een eikenboom moet misschien wel 40 jaar groeien voordat je die eindelijk dat je daar serieus veel hout van af kan halen. En bij bamboe is dat gewoon maar een paar jaar. En daardoor ook weer heel snel herplantbaar. En daardoor ook het duurzame karakter. Eén opmerking. Bamboe moet natuurlijk wel van ver komen. Dus er zijn wel transportkosten aan. Dus is het nul energie? Nee, natuurlijk niet. Want een bamboe.